Hannes van den Brugge, wat ga je doen? Ik ga naar de bakker. En ook iets van beleg? Ja, een beetje... iets voor op de boterham te doen. Speculoospasta, zoals de Rode Duivels? Nee, geef mij maar gewoon gewone choco Nutella. Ja. Hij ziet zitten? Ja, zeker, zeker. We gaan ze biedt zien. Hè. Hannes, hoe is de rit verlopen? Alles is vlot gegaan. 3 keer aan het rood licht gestaan, maar goed, ja, ik heb mijn gerief allemaal, dus het is perfect verlopen. Met wie heb je gekaart in de auto? Ja, met niemand, want ik zat alleen. Ja. Durf je wel eens te kaarten in de auto? Ja, als Christophe Daan rijdt, dan durf ik wel een keer met Chevalier kaarten, dus dat gebeurt wel. Nu, de Rode Duivels hadden drie stoelen ter beschikking per speler. Was dat ook zo bij jou tijdens de rit? Wel, ik had er zelf 5 ter beschikking en een koffer. Dus veel luxe. Heel veel luxe. Oké, dank u. Hannes, misschien nog een belangrijke vraag ook voor de kijkers. Waar slaap je vanavond? Vanavond slaap ik thuis. Je huis is dat dan met een golfaccommodatie, met een indoor zwembad enzovoort? Nee, bij mij is het helaas enkel met een visvijver en een tennisplein. En wat de kijkers ook willen weten natuurlijk, met wie slaap je op de kamer? Ik slaap met mijn vriendin op de kamer, ja. Oké, dankjewel.